De ondervraging begint. Het eerste waar de mens over wordt gevraagd is het geloof. Al-aqida. En daarna zal de mens gevraagd worden over wat hij deed in het dunya. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. En in de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt hij: La tazulu qadama abdin yawma al-qiyama hatta yus'ala an arba' an umurihi fima afnaah wa an jasadihi fima ablaah wa an ilmihi ma amila fih wa an malihi min ayna kasabahu wa fima anfaqah. Je wordt om je leven gevraagd. Zorg ervoor dat je je daden goed hebt en dat alles in orde is en dat je iets goeds achterlaat na je dood. Leef geen leven zonder nut en zonder doel. Vul je leven met nuttige dingen, want je zal erom gevraagd worden. En je wordt gevraagd over jouw lichaam, wat je ermee hebt gedaan. En je wordt gevraagd om jouw kennis, wat je ermee hebt gedaan. En je wordt gevraagd om jouw geld, waar je dat vandaan hebt en waar je dat aan hebt uitgegeven. Let op, beste mensen. Het is heel erg belangrijk dat wij ons geld niet alleen maar halal besteden, maar ook halal ontvangen. En de kuffar worden nog een vraag gesteld wanneer ze voor het vuur staan. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. En de ongelovigen worden gevraagd, als ze voor het vuur staan, is dit wat jullie meemaken niet de waarheid? Dan zullen zij zeggen, bala wa rabbina, wel nee, het is de waarheid. Dan zal er gezegd worden, proef dan de straf die jullie in het dunya aan het ontkennen waren. Subhanallah, mocht Allah ons allen beschermen. En de ongelovigen worden ook gevraagd, als ze in het vuur zitten, wat heeft jullie hier gebracht? Er wordt tegen ze gezegd, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ. Ze zeggen dan, قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Wij onderhielden niet het gebed. وَلَمْ نَكُ نُطَعِمُ الْمِسْكِينَ. En we gaven de arme persoon geen eten. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. En we waren aan het chillen, we waren onze tijd aan het verspillen samen met de rest. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. En wij ontkenden deze dag, يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Let op deze dingen, beste mensen. Onderhoud het gebed. Wees behulpzaam voor de mensheid, zodat Allah jou helpt op deze moeilijke dag. En nog iets waar de mensen in detail over worden gevraagd, is het geld en bezit. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in Sahih Muslim, luister o mensen die rijk zijn of rijk willen worden. إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. De armen van de muhajirin, ze zullen de rijken inhalen يوم القيامة naar de Jannah. En de afstand is 40 jaar. Ze halen de rijken in een afstand van 40 jaar. Dus zij gaan 40 jaar eerder de Jannah in dan de rijken. Subhanallah. Waarom? Zeiden de rijken tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De profeet zei, ze worden gevraagd over hun geld. Iedere cent waar het aan is uitgegeven. Dat kost ze 40 jaar lang wachttijd. Subhanallah. Maar tegelijkertijd heeft de profeet de rijken ook beloofd. Als ze hun best doen met hun geld. En heel veel goedheid doen. En veel uitgeven. Dat ze hun beloning in al-Jannah veel en veel hoger en meer zullen krijgen, subhanallah. Dus rijkdom is een beproeving. Als je het goed investeert, dan zul je een ongelooflijk grote beloning krijgen in al-Jannah. En als je alleen aan jezelf denkt en er slechte dingen mee doet, dan faal je keihard. De mens zal ook gevraagd worden over de gunsten die hij of zij heeft gekregen van Allah. Net zoals Allah zegt in Surah At-Takathur, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Jullie worden op die dag gevraagd over de gunsten. Wat voor gunsten? De eerste gunst waar je over wordt gevraagd is gezondheid. Wat heb je met die gezondheid gedaan? Zoveel zieken wensen gezond te zijn om goede daden te verrichten en Koran te lezen en te bidden enzovoort, maar ze konden het niet.
En wij hebben die gezondheid wel gekregen. Wat hebben wij ermee gedaan? En ook de gunst van het koude water. Allah heeft je heerlijk koud water gegund. Hoe ben je ermee omgegaan? Heb je het gedeeld? Heb je Allah bedankt ervoor? Alles wat je eet, wat je drinkt, wat je draagt. Pas op, beste mensen. Overdrijf niet in het kopen van dure kleren die je niet nodig hebt. Vrees Allah, want je wordt erom gevraagd. En je wordt ook gevraagd over het nakomen van je afspraken. Wa kana ahdullahi mas'oola. De afspraken die tussen de mens en Allah worden gedaan, daar wordt ook over gevraagd. En ook allerlei andere soorten afspraken. Hou je aan de afspraken, want je wordt erom gevraagd. De mens wordt ook gevraagd over alles wat hij heeft gezien, gehoord, gesproken, gedaan, met opzet. Alles wat per ongeluk was, is vergeven. Allah zegt in Surah Al-Isra: Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oola. Het zien en het luisteren en het hart, alles wat daarmee te maken heeft, overal wordt je om gevraagd. Vervolgens wordt de mens gevraagd over zijn aanbidding. Dus na het geloof en de aqida wordt hem gevraagd wat hij met de aanbidding voor Allah subhanahu wa ta'ala heeft gedaan. Het allereerste in de ibadat is as-salat. Als zijn salat in orde is, dan zal de rest ook goed komen. En als zijn salat niet in orde is, dan is hij gefaald en verloren. Iemand die niet bidt, is sowieso verloren als hij zo sterft. Maar iemand die af en toe bidt, en af en toe niet, en af en toe te laat bidt, en niet goed bidt, deze persoon gaat zweten en zijn hart gaat in zijn keel kloppen. De engelen gaan dan kijken of hij extra gebeden heeft waarmee hij de verplichte gebeden kan compenseren. En als het op is, of als hij niet genoeg heeft, dan wordt er gekeken naar zijn andere daden. Maar als zijn salaat niet in orde is, wordt er niet eens gekeken naar je andere daden. Dus mijn lieve broeders en zusters, as-salaat, as-salaat. Wees niet van de mensen die vasten in Ramadan, maar niet bidden. Denk na over deze zaken. Mogen Allah ons allemaal beschermen en helpen. Aisha radiyallahu anha, de geliefde vrouw van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ummul Mu'minin, zei in Sahih al-Bukhari dat ze hoorde dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Laysa ahadun yuhasab illa halak. Iedereen die wordt ondervraagd, yawm al-qiyamah, zal verliezen. Toen zei Aisha: Ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak. Alaysa yaqulu Allahu azza wa jal: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قال ذَلِكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُونَ وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ هَلَك. Aisha vroeg aan de profeet, ze zegt: Ja Rasulallah, hoe kan dat? Hoe kan de mens die ondervraagd wordt verliezen? Want Allah zegt in de Koran: degene die zijn boek krijgt met zijn rechterhand zal een makkelijke ondervraging krijgen. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: dat gaat niet om die ondervraging. Die ondervraging van iemand die zijn boek met zijn rechterhand krijgt, is niet een ondervraging. Dat is een ard, zeg maar een overzicht van jouw daden. Dit heb je allemaal gedaan, dit is wat je hebt gedaan in je leven en dan ga je door. Maar men nuqish al-hisab, degene die in discussie gaat en gaat ontkennen en er worden bewijzen gehaald en getuigen komen erbij en al dat soort dingen, dan ben je verloren. Als al die dingen gaan gebeuren, als je in jouw rechtszaak met Allah subhanahu wa ta'ala moeilijk gaat doen en er wordt je gevraagd: hoe zit het hiermee, hoe zit het daarmee, waarom is dat gebeurd? Dan ben je verloren. Want Allah heeft getuigen. Allah gaat je niet vragen over iets wat je niet hebt gedaan. En Allah verwijt de gelovigen op een zachte manier voor sommige daden die hij wel of niet heeft gedaan. Kijk naar wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelt. Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. سبحان الله. Echt een belangrijke hadith. Allah zegt dan يوم القيامة tegen de gelovigen: O kind van Adam, ik ben ziek geworden en je kwam mij niet bezoeken. Dan zegt de mens, hij zegt: hoe, o Allah, hoe moet ik u bezoeken als u ziek bent, terwijl u de Heer van alle werelden bent? Allah zegt dan: wist jij niet
dat mijn dienaar Fulan, een persoon die jij hebt gekend in het dunya, ziek was en jij was hem niet gaan bezoeken? Wist jij niet dat als jij hem zou bezoeken, dan zou je mij bij hem gevonden hebben? Subhanallah. Dus Allah laat hier zien hoe belangrijk het is om jouw zieke medebroeder of zuster te gaan bezoeken. Al is dat een klein bezoekje van 5 minuten. Alleen maar om gewoon dat gevoel te geven aan de zieke persoon dat hij niet alleen staat. En als jij die zieke persoon bezoekt, dan zul je Allah bij die zieke vinden. Met andere woorden, Allah is bij degene wie de goedheid brengt. En jij brengt de goedheid daar naartoe en jij zult Allah daar vinden, subhanallah. Allah zal je daarvoor belonen. En hetzelfde wordt gevraagd over eten en drinken. Op Yawmul Qiyamah vindt er ook al-qisas plaats. Wat is al-qisas? Dat is wanneer iemand een ander onrecht heeft aangedaan. Dan zal er voor die persoon zijn recht teruggepakt worden van de daden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelt in Sahih Muslim: Atadruna mal muflis? Qalu, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. De profeet vroeg aan de sahaba: weten jullie wie al-muflis is? Al-muflis is in het Arabisch iemand die blut is, helemaal niks heeft. Ze zeiden: al-muflis is degene die helemaal geen geld bezit en helemaal geen andere bezittingen. Hij heeft niks. Dat is al-muflis. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: inna al-muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Hij zegt: de muflis van mijn ummah, de persoon die echt blut is van mijn ummah, is degene die Yawmul Qiyamah komt met daden zoals salat, vasten, zakat. Maar er komt ook Yawmul Qiyamah dat hij deze persoon heeft uitgescholden, deze heeft mishandeld en van deze iets heeft gestolen of iets onrechtmatig heeft gepakt en deze heeft vermoord en deze heeft geslagen. Dan zegt de profeet: فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Dan wordt er, omdat hij al deze mensen onrecht heeft aangedaan, wordt er van zijn hasanaat gepakt. En aan deze gegeven, en aan die gegeven, en aan die gegeven. Totdat al zijn hasanaat op zijn. Hij heeft de recht van de mensen nog niet afbetaald. Wat gebeurt er dan? Hij heeft geen hasanaat meer. Dan wordt er van de sayyi'aat van de anderen gepakt. En dan wordt dat op hem gegooid. En hij wordt er samen mee in het vuur gegooid. Dus pas op, broeders en zusters. Je kunt veel salat, siyam, hajj en umrah doen. Maar tegelijkertijd heb je uitgescholden en deze geëxposed en deze geslagen en van deze gestolen. En je geluk was heel slecht tegenover deze. Dan kun je Yawm al-Qiyamah alles kwijtraken. Alles kun je kwijtraken. Kijk hoe belangrijk de omgang met de medemens is. Want al die zonden die de profeet heeft verteld, hebben te maken met de medemens. Hoe jij bent tegenover jouw medemens. Dat is heel erg belangrijk. Dus, na de ondervraging over al-Aqidah, het geloof, wordt men ondervraagd over de aanbidding. En dat is al-ibadah. En daarna wordt er gevraagd over de handelingen tussen de mensen. En het eerste wat in deze categorie wordt berecht, zijn de moorden die gepleegd zijn. De profeet zei in Sahih al-Bukhari en Muslim: awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamah fi ad-dima. Het eerste wat er tussen de mensen wordt berecht, yawm al-qiyamah, is wat betreft de moorden. Natuurlijk bedoelt de profeet hier met het eerste, niet het allereerste, maar het eerste in deze categorie. Zoals we hebben gezien, wordt er eerst gevraagd over al-aqidah. Ben je wel moslim of niet? Heb je wel geloofd in Allah of niet? Als je wel hebt geloofd in Allah, dan wordt er gekeken naar jouw aanbidding, as-salat. Dus as-salat is het allereerste wat wordt gevraagd binnen al-ibadah. Als as-salat goed is, dan zal de rest ook goed zijn. Maar als as-salat niet goed is, dan zal de rest niet goed zijn. En hierna komt er een andere categorie en dat is in de omgang met mensen. Het eerste wat daarover wordt berecht zijn de moorden. En hierna komt een gevaarlijke, moeilijke, belangrijke gebeurtenis. Nadat iedereen zijn boek heeft gekregen en nadat ze zijn ondervraagd over hun geloof, hun aanbidding en omgang met de medemens. Iedereen weet al wat hij of zij goed of fout heeft gedaan. Dan geeft Allah de opdracht om al-mizan te brengen. De weegschaal. Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze weegschaal in de Koran genoemd. Hij zei:
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Een weegschaal met twee kanten. Aan de ene kant worden de goede daden gelegd. En aan de andere kant worden de slechte daden geplaatst. Alle daden worden hierin geplaatst. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in Sunan at-Tirmidhi: Ma min shay'in yudha'u fil mizan athqalu min husni al-khuluq. Wa inna sahib husni al-khuluq la yablughu bihi darajat sahib as-sawm was-salah. Niks weegt zwaarder op deze weegschaal dan goed gedrag. En iemand met goed gedrag kan het niveau bereiken van iemand die heel veel salaat heeft en heel veel siyam heeft. Besef, beste broeder, beste zuster, het niveau en belang van husnul khuluq. Iemand kan veel goede daden hebben in aanbidding, maar daarnaast heeft hij een heel slecht karakter. Veel slechte woorden, brutaal, onbeleefd, gierig en lui. Dit is net als de muflis waar we het net over hadden. Die kan dankzij deze slechte gedragingen alles verliezen. En de mens zal proberen om het gewicht van zijn goede daden te verzwaarderen. Hij gaat erop springen, subhanallah. Maar op die dag wordt er niet gewogen met grammen en kilo's, maar met hasanaat. Hoe groot en hoe dik je ook bent, je weegt niks zonder islam op die dag. Allah zegt: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. De ongelovigen die niet hebben geloofd in Allah, die mensen die hebben يوم القيامة geen gewicht. En het allerwaardevolste wat er op de weegschaal gelegd kan worden is لا إله إلا الله. Kalimatut tawhid, het woord van eenheid. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelde: Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah. Fayunsharu alayhi 99 sijilla. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Thumma yaqul: Atunkiru min hadha shay'an? أظلمك كتبت الحافظون. Allah zal يوم القيامة een man van de ummah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam nemen. En hij zal hem naar voren brengen. En voor hem worden 99 rollen of boeken gepakt. 99 boeken. Ieder boek is zo groot en zo dik, zo ver je kan kijken tot de horizon. Dan wordt er tegen hem gezegd: Ontken jij iets van wat er in deze boeken staat? Hebben mijn schrijvers, al-kiram al-katibin, jou onrecht aangedaan? Hebben zij iets opgeschreven wat jij niet eerlijk vindt, waar jij niet mee eens bent? Dan zegt hij: La ya Rabb. Nee, alles wat daarin staat, dat geef ik toe. Fayaqul: Afalaka udhr? Heb jij een excuus? Heb jij een uitleg voor deze daden? Fayaqul: La ya Rabb. Hij zegt dan: Nee, ja Allah, ik heb geen excuus. Fayaqul: Bala. Inna laka indana hasana. Subhanallah, let op. Allah probeert hem te redden. Hij zegt tegen hem: Jawel, je hebt nog één ding. Je hebt één hasana bij ons. Wa innahu la zulma alayka al-yawm. Kijk naar de rechtvaardigheid van Allah. Allah zegt: En vandaag zul jij geen onrecht aangedaan worden. Fayukhriju bitaqatan fiha ashhadu an la ilaha illa Allah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Er wordt een klein papiertje gepakt, een kaartje, en op dat kaartje staat: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. Er wordt tegen hem gezegd: jij moet jouw weegschaal bijwonen. Kijk wat er wordt gewogen. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. Deze persoon zal dan zeggen: Oh Allah, wat zal dit kaartje kunnen doen naast al die boeken vol met zondes? Wat gaat dit kaartje doen? Dan zegt Allah: فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمْ. Jij wordt geen onrecht aangedaan. Dan wordt het geplaatst.
de 99 boeken vol zondes aan één kant. En het kaartje van Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah aan de andere kant. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. De boeken, de kant van de weegschaal met de boeken, is helemaal in de lucht gevlogen. En dat kleine kaartje woog heel erg zwaar. En niks weegt zwaarder dan de naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Niks is meer waard dan kalimatu tawheed. Ma sha Allah. Hoe genadevol is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zoekt voor zijn dienaren een excuus op. Subhanallah. Hou je vast aan het tawheed, beste mensen. Dit betekent dat deze man, ondanks al die zondes, het tawheed oprecht uit zijn hart had. Subhanallah. De daden worden gewogen. En soms ziet de mens dat hij of zij nog één hasana nodig heeft om gered te worden. Eentje nog. Dan zoekt de mens zijn familieleden op. Zijn vader, zijn moeder, zijn broer, zus, zoon, dochter, partner. Maar ze zeggen allemaal sorry. Ik moet mezelf redden. Zelfs zijn echtgenoot, met wie hij jaren heeft doorgebracht. Kinderen opgevoed. Ze hielden van elkaar. Op die dag zegt iedereen, nafsi, nafsi. Ik moet mezelf redden. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. Het is Jahannam. Niemand gaat voor jou Jahannam in. Niemand geeft jou ook maar één hasana. Iedereen is bang voor Jahannam. Dus spaar nu. Spaar nu het nog kan. Spaar die hasanaat nu voordat het te laat is. Niks kan ons die dag helpen. Behalve de shafa'a van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En de dingen die Allah toestemming geeft om shafa'a te doen. En bij sommige mensen is de weegschaal in balans. Deze mensen worden op een speciale plek gezet. Deze plek heet Al-A'raf. En ze blijven daar wachten tot Allah zijn beslissing neemt. Iedere keer als de mensen van Al-A'raf, de bewoners van het vuur zien, worden ze bang. En ze doen dua, O Allah, maak ons niet van hen. En iedere keer als ze naar de bewoners van het paradijs kijken, wensen ze zo erg dat ze bij hun mogen horen. En ze blijven wachten en wachten. Nadat iedereen zijn plek heeft gekregen, zijn zij nog aan het wachten. En uiteindelijk beslist Allah subhanahu wa ta'ala dat de mensen van Al-A'raf Al-Jannah mogen binnentreden. De genade van Allah is overal te zien. Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanur Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen.